Sowieso als je die benen wil laten zien in dit weer, je moet. Je kan niet als een wolf naar buiten komen. Ik ben vandaag in Amsterdam en het is tijd voor het Oh My Festival 2019. En ook dit jaar is er een line-up waar je u tegen zegt. Wat dacht je van Meek Mill, Jacquees, Lacrim en heel veel nationale topartiesten? Het is ontzettend warm hier vandaag. Ik zie heel veel dames met korte broekjes, maar ook de heren hebben vandaag korte broekjes aan. En de vraag van vandaag is, boys, scheren jullie wel eens jullie beenhaar weg? En waarom wel en waarom niet? En dames, wat vinden jullie ervan? Is het een no-go of kan het gewoon? We gaan het even checken en jij gaat mee. Ik zeg, let's go! Ja, daar sta ik dan naast een van de beste artiesten van Nederland, Jo Silvio. Kan natuurlijk niet ontbreken op zo'n festival als Oh My. Hoe gaat het een beetje met die hitte hier zo? Hey, super heet man. Ik weet nog, ik heb niet eens heel veel inspanning bij deze show gedaan. Want de mensen zijn nog rustig, het is nog begin van de dag. Dan doe je altijd een wat rustigere show geven. Maar je ziet ook, iedereen gaat kapot man, van de hitte gewoon man. En wat gaat er verder allemaal aankomen voor Jo Silvio? Dat wil ik natuurlijk weten. Ik ben verrast hier in mijn kleedkamer. Ik kwam ik van het podium af, liep ik de kleedkamer in en toen was Gimma en Gimma goud en platina. Congrats! Er kwam heel veel uit. Ik heb echt atoombommen liggen, je weet toch? Toch goed. Slabes. Slabes, hem door lab met jullie ook? Ja, gaat goed man. Boys, jullie performden net ook met een track die we nog niet eerder hebben gehoord. Matalo, je hebt me voorbij zien komen op de socials ook. Ik heb me voorbij zien komen op Instagram inderdaad. Weet je hoe die gaat, die dans? Je moet laat even zien. Je moet skakelen man, deze tijd moet je skakelen man, je moet door. Jong Ellens, hoe gaat het met je? Gaat goed met jou? Het gaat zeker goed. Nieuwe track gedropt met videoclip. Niet ouwe hoeren. Niet ouwe hoeren, maar trending 34 C-les man. Ik kreeg dus de vraag, Wissima, wat bedoelt Jong Ellens nou met niet ouwe hoeren? Waar komt dat vandaan? Kijk, in de bias werden we lastig gevallen door een kachbedien, je weet toch, een bewaarder. Zij ging altijd onze deur te vroeg op slot doen, snap je? We zeiden altijd tegen haar van, hey, je moet niet ouwe hoeren. Of als ze lastig kwam doen, zeiden we altijd tegen haar van, je moet niet ouwe hoeren, niet ouwe hoeren, maat. Is het gewoon weer voor jou echt weer volop genieten, zeg maar? Want het is toch een hele overgang, weet je wel, die je nu hebt gemaakt. Tijdje vastgezeten, nu is het gewoon weer alsof er niks is gebeurd, zeg maar? Jawel, wel een beetje chaos, want ik moet nu alles weer oppakken. Ik heb 3 maanden achterstand. Dus het is wel echt nu aan de bak weer. Ik ben elke dag in de studio ook nu probeer ik te zijn. Ja, ik moet gewoon weer hard werken man. Ik zeg je eerlijk. Mag mijn fans niet teleurstellen ook. How are you doing? Good, how you doing? I'm good, thanks. How do you like the vibes here in Amsterdam? Good vibes man, I love good vibes. Feels like a festival, it's lit. Well, people here, they know you of course because of your track, Easy with Chris Brown. How was it to work with such a big artist like Chris Brown? He's cool, man. I met Chris when I was like 18, maybe. And we've just been cool forever, but now we actually got real cool. But the chemistry was there, the vibe was awesome. He's so humble, he's so sweet, like it was dope. About your music, what can we expect from you? Man, I'm working on a lot right now. I'm working on my next album. I dropped my last album, The Plan, in September last year. So that's still out. Easy Remix just dropped with Chris Brown, the video. So now I'm just working on my next album. It's lit, good vibe. Yes. You're already in the mood. Yeah. Jacquees, how was it for you to be here in Amsterdam? It was amazing. I had a good time. The fans are everything. The energy is amazing. Your second album, yeah, you're dropping it on the 19th of July. What can we expect of your new album? Well, you know, we upped the sound a little bit. You know, it's still the same sound of music that I have. You know, we brought in some different producers this time. So we added a couple elements to it. But, you know, I still got my home team, which is the sound. That's what we call ourselves. But you can just expect some great records. I feel like I got a lot of hit records on this project. And it's gonna be a great time. Round 2 is an amazing album. It's my best work to date. Well, we cannot wait for your album. Do you have a last word for your Dutch fans? Yes, to all my Dutch fans, I love you. And I appreciate y'all so much. Love forever. Maar met deze hitte zie je ook dat heel veel mensen natuurlijk gewoon luchtige kleding aantrekken. Jongens hebben korte broekjes aan en dergelijke. Vraag aan jou, vind jij dat mannen hun benen kunnen scheren? Nou, dat is een no-go man. Ben gek geworden. Ben gek geworden! Ik vond het een beetje raar, man. Een man hoort haar te hebben en een vrouw... vind ik aantrekkelijker als ze helemaal gladjes is, zeg maar, je weet toch? Als je tattoos hebt, zou het misschien kunnen, want dan ziet het er mooier uit. Maar gewoon, als je geen tattoos hebt of zo, dan weet je sowieso. Vind je dat echt?
Ja, ik weet niet of als je gespierde benen hebt of zo. Ik kan het begrijpen ergens, maar ik zou het niet doen. Anwar, ook een kort broekje aan, maar jij scheert je benen niet. Nee, man. Waarom niet? Ja, ik weet niet, man. Ik ben een beetje fucked up toch, gladde benen. Maar het kan wel, als je gewoon gladde benen wilt. Ja. Af en toe mag je het wel scheren. Je moet toch geen bos op je benen hebben toch? Ze mogen het scheren, maar doe dan alles. En anders moet je alles laten staan. Dat is niet nodig. Echte mannen hebben haar toch? Bij hun benen. Dat kan, maar je moet het gewoon willen. Ja, topsporters doen het wel toch? Maar nee, ik ben raf en ruig. Jij? Ja, zeer zeker. Iedereen moet gewoon doen wat hij zelf wil, toch? Ik laat ze lekker erop. Ik heb er geen last van. Wie zou van jullie als eerste zijn benen scheren? Edson of Shaf? Ja? Ja, ja. Ik zag ook Edson, man. Edson of Mella. Edson of Mella, ja, man. Dat zijn wel die twee vrouwtjes voor de spiegel, zo. Ik denk Evans en Jer. Broer, Jer en ik, laatste. Ik scheer mijn benen niet. Waarom scheer jij je benen niet? Ik heb er nooit echt bij nagedacht van, ik ga vandaag mijn benen scheren, want ik moet beter presteren of zo. Is het een bewuste keuze voor jou dat je je benen niet scheert? Een bewuste keuze, zeer bewuste keuze. Unless you're like dumb hairy, maybe you can like trim it up a little bit, but don't shave it like it's not. Why is it a no-go for a man, you think? I don't know, that's too feminine. Like, just seeing my man shave his legs, like, no. Het is lelijk, man. Dat kan je echt niet doen, man. Mannen krijgen haar, niet voor saus, snap je? Mannen hebben extra haargroei, omdat het zit in hun genen, snap je? Dus dat, ja, ik weet niet, het hoort. Dus als jouw vriend zijn benen zou scheren, zou je zoiets hebben van, nee. Ik zou hem wel aanspreken, man. Wat doe je? Dat ken je. We moeten wel gewoon onze mannelijkheid bewaren, toch? Kijk, sowieso, ik ben iemand zonder barba. Dus ik moet sowieso die... Wier is gewoon hier houden. Ik zelf zou het niet doen. Je moet die benen gewoon laten, of wat scheren het weg. Maar het is echt niet netjes als je hem weghaalt. Hangt ervan af, man. Als je been lijp is, moet je gewoon doen wat je moet doen, man. Ik vind dat je benen sowieso niet moet scheren. Je moet gewoon mannelijk blijven. Laat die benen gewoon lekker grof. You have to do what you have to do. Whatever makes you feel comfortable, I guess. I won't judge another man for whatever they do. You have no hair on your legs. This is unfortunately me. I get cold easy. Voor de meeste modellen scheren hun benen. Maar als je geen model bent, vind ik het wel een beetje minder dat je benen moet scheren. Anders je mannelijkheid scheer je een beetje weg, snap je? Daarom heb ik mijn benen niet geschoren zoals je kan zien, hè? Nee, dat is niet zo. Je scheert je mannelijkheid niet weg, maar je kan het niet voor een gedeelte doen, want dat is raar. Moet kunnen dus voor jou. Gewoon mannen, je hoeft je... Scheren, broer. Gewoon scheren. Scher die been, broer. Scher die been tot beneden. Scheren, broer. Scheren tot het einde, je weet toch? Zo naar boven, naar beneden. Gillette, je weet toch? Scher. Maar die roze schermesjes, je weet op tv? Scheren tot het einde, broer. Scher tot het einde. Hold on, wait a minute. Y'all thought I was finished. When I bought the ass to mine, y'all thought it was rainy. Flexing on these niggas, I'm like Papa on the Spanish. Double M, yeah, that's my team. Rose, the captain, I'm lieutenant. Scher jij oksels bijvoorbeeld? Oksels wel, hé toch? Kijk, bijvoorbeeld nu ik heb dit aan, als ik mijn arm omhoog doe, moet er niet een... Hé, hey, daar moet niet opeens een bos uitkomen toch? Kraringse bos zomaar. Zeker, hij moet fresh zijn daar. Af en toe moet je een citroentje gooien ook daar, want you know what it is. Oksel scheren is ook belangrijk, want als je je oksel niet scheert, ga je veel zweten, hè? Dat kan ik wel begrijpen, want ik weet, door een hele bos okselhaar te hebben, stink je ook onder je oksels, begrijp je? Ik ben geen voorstander van een mesje, maar ik trim het zelf bijvoorbeeld. Dat ik het vies vind om als ik een hele bos te hebben, dan gaat het extra stinken ook. En ik ben gewoon veel op de weg, veel aan de waggie, en ik wil niet stinken. Nee, mijn oksels zijn niet geschoren. Zie je dat ook als een stukje mannelijkheid wat je dan wegscheert, wat je zelf zegt? Zeker wel. Kijk, je moet het wel een beetje bijhouden. Je kan er niet zorgen voor dat de hele oerwoud daar onder je armen hangt. Maar je zorgt ervoor dat het wel gewoon er netjes uitziet. Je borsthaar scheer je weer wel bijvoorbeeld. Kijk, als ik je shirt een beetje opengooi, kan ik geen oerwoud daar hebben. Anders hoor je die apen kraaien links en rechts. Dat kunnen we niet hebben, hè? Zeg je eerlijk, ik heb vandaag veel dames uit Engeland gezien met veel haar op hun arm en benen. Tenminste, benen die ik lieg, armen. Ik vind wel dat ze er gladjes uit moeten zien. Vrouw moet sowieso scheren. Kijk, ja, als het je vriendin is en zij heeft een keertje niet geschoren, ja. Maar zeg maar, de eerste indruk, ja, glad, moet wel. En je vriendin met harige benen in dit weer? Nee, maar ook niet. Die moet sowieso even gaan lezen of iets. Dat is weer een no-go dan? Ja, dat is belangrijk om te gaan doen, echt. Sowieso, als je die benen wil laten zien in dit weer, je moet. Je kan niet als een wolf naar buiten komen. Dit was het Oh My Festival van 2019 en ik heb gemixte antwoorden gekregen. De een vindt het kunnen, de ander vindt het niet kunnen. Ik ben benieuwd. Vind jij dat mannen hun beenhaar kunnen wegscheren met dit mooie weer? Laat dat even weten hieronder in de comments. Ik ben benieuwd en ik zie jou heel snel weer. Vergeet niet om een blauw duimpje omhoog te doen en vergeet ook niet om je te abonneren. Tot snel. Ciao.